op een balieveld staan, zodat ook een pannenkoekhuis vrijbaan heeft. Dankjewel. We horen dat dadelijk heel hard gaat plenen. Nu! Wat willen wij? Vrijheid! Wanneer? 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 Nu! Nou, welkom bij de Haagse Tocht voor Vrijheid. De tweede tocht die we lopen. De eerste was een stille tocht. Ja, dit is geen stille tocht. Dus hou daar rekening mee. Nou, we zien er is genoeg politie, dus ons zal niks overkomen. Dus tot 7:30 zijn we hier nog, hebben we gewoon een feestje. Ja. Laatste keer is. Ik krijg heel veel bemoedigende berichten, maar ook wel wanhopige berichten soms van Willem, hoe lang gaat het nog duren? En ik hoop dat jullie de moed kunnen vasthouden, want we moeten nog even. Dit is niet vandaag gebeurd en ook niet morgen, maar het gaat wel gebeuren. Want wij hebben liefde en we hebben de waarheid aan onze kant. En dat moeten jullie nooit vergeten. Daarbij wil ik nog één ding zeggen. Ik voel me heel erg vereerd dat ik het woord mag voeren. En dat zal ik ook blijven doen.
maar realiseer je dat ik niet de redder ben. Jullie zijn je eigen redders. En het is aan jullie om de mensen in je omgeving wakker te maken. En dat doe je niet door het wakker te schudden, maar door te leven zoals jullie leven. Met een helderheid en met altijd de waarheid in het achterhoofd. En je hart je te laten leiden. Er zitten heel veel mensen in angst en onzekerheid. En er wordt heel veel gewerkt met schaamte. Alsof jij verantwoordelijk bent voor de gezondheid van iemand anders. Laat me je vertellen wat jullie eigenlijk al weten, dat is niet zo. En probeer mensen dat duidelijk te maken. En dit is de manier zoals we worden geknecht en klein gehouden. Angst, schaamte en onzekerheid. En op het moment dat je jezelf daarvan vrijmaakt, dan ben jij het voorbeeld waar andere mensen ook weer hun angst door kunnen laten gaan. En ook die schaamte los kunnen laten. En de onzekerheid los te kunnen laten. Dus ik hoop dat we met z'n allen dit nog veel kunnen doen. En dat we dit elke dag overal in Nederland doen. Want dit is de enige manier hoe we gaan winnen. Door ons te laten horen. En niet alleen op het Malieveld, maar ook in de media. Ook in de rechtszalen. Ook in de social media. En dan heb ik nog een tip voor jullie. Jullie hebben nu allemaal de camera's hier gericht en dat is goed hoor. Maar realiseer je dat we geen tegenstander hebben, maar wel heel veel weerstand. En die weerstand die moeten we goed in de gaten houden. En die weerstand staat hier ook om ons heen. Er zijn helaas heel veel agenten die zich hebben misdragen, de 21ste en de 28ste. En ik snap dat daar veel frustratie en woede en verdriet over is. Maar we moeten de missie in oogschouw houden. Al deze mensen die over de schreef zijn gegaan, die komen echt wel voor de rechter. En misschien duurt het lang, maar het komt wel. Wat we vooral nodig hebben, is dat jullie niet je hoofd verliezen en helder blijven. En de pijn en de angst en de woede die jullie misschien voelen, gebruiken om je hoofd te gebruiken. En scherp te blijven. En alles vast te leggen, alles te filmen. Niet te vergeten wat er gebeurt en ook niet te laten provoceren. Dus wat ik voorstel, is dat jullie vanaf nu, en jullie doen het meestal al, heel erg kritisch, maar altijd beleefd blijven naar het bestuur, naar de politiek, naar de politie en vooral naar de media. Dus als we nou op zo'n demonstratie zijn, kijk ook eventjes of je van elke foto of elke politieagent een foto kan maken. Dat vinden ze misschien niet leuk, maar het is wel nodig. Van elk busje een foto maken, dat vinden ze misschien niet leuk, maar het is wel nodig. Van elke camera van de NOS eventjes goed vastleggen wie dat doen, wat ze filmen. Dat vinden ze niet leuk, maar het is wel nodig. Fake nieuws. Nou, het gaat mij niet om fake nieuws. Het gaat mij erom dat wij ze helpen weer echt nieuws te brengen. En dat wij de politie helpen om de orde te handhaven. En dat doen we niet alleen door onszelf te laten gedragen, maar dat doen we ook door te zorgen dat de politie zich gedraagt. Wij zijn verantwoordelijk en dat bedoel ik ook met wij moeten de verandering zijn. Op het moment dat wij verantwoordelijk zijn voor onszelf en dat allemaal vastleggen, dan zijn we ook een voorbeeld voor wat er om ons heen gebeurt. En dan moeten wij proberen die mensen mee te krijgen. We zijn niet op zoek naar tegenstand, we zijn op zoek naar vrijheid. Dank jullie wel. Ik wil iedereen nog even bedanken om te komen. En ik hoor al van verschillende initiatieven her en der in het land voor dit soort tochten. En daar worden we echt super blij van. Dus ga zo door en uiteindelijk zullen we overwinnen. Deze kant op, jongens. Daar was eentje tussenuit gehaald. Ja! Verbinding, energie! Wij zijn Nederland! 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 Wij zijn mensen die blij met elkaar zijn. Mensen die verbinding voelen. Mensen die andere mensen uitnodigen om mee te komen. Omdat ze vanavond thuis zijn, doodmoe op de bank zitten, maar overweldigd worden van een gelukzalig gevoel. Yeah. Dat ze weer eens mensen hebben gezien, mensen hebben gevoeld, mensen hebben aangeraakt. Dankbaarheid.
die ik bij de mensen van het gezicht af zie stralen. Dat ze met andere mensen zijn. En voor mij geldt het ook. Ik word altijd heel erg blij. En ik krijg er heel veel energie van. En ik ben heel dankbaar. En ja, het is natuurlijk, wat moet ik nu met jullie? Jullie staan keurig in een kring. Jullie zijn lief. Jullie zijn braaf. Wij willen de vrijheid. Praat nog even na, want dat zijn de krenten in de pop van de demonstraties. Het samenkomen en na de hand uitwissen. Dag allemaal. Met die regel 1,5 meter. Daar word je niet gelukkig van. Daar worden ouderen niet gelukkig van. Het is een onderdrukking die ons probeert verdrietig te maken. Dit moet stoppen. Wij vragen niet om 1,5 meter, maar dat zakt weg naar 0,0 meter. Dat is wat ik wil zien. 0,0 meter. Weg met die spoedwet. En gewoon weer samenleven. Als familie en kennissen en vrienden. En alle Hagenaren bij elkaar. Wij zijn één.